27 juni vond in de Brusselse Botaniek de finale van Imagine plaats. Imagine is een internationale muziekwedstrijd voor jongeren tussen 12 en 20 jaar. Voor ons land nam Milo Meskens deel aan de wedstrijd. Hoewel hij een mooie prestatie neerzette, kon hij de internationale jury niet overtuigen. Wie dat wel deed, was de Zweedse rockgroep In Circles. Zij wonnen een tournee ter waarde van 25.000 euro. De populaire soapserie Thuis is ondertussen al aan zijn 20e seizoen bezig. De seizoensfinale werd uitgezonden op vrijdag 26 juni en lokte meer dan 1.360.000 kijkers. Goed voor een marktaandeel van ruim 57%. Het feit dat Thuis zoveel kijkers heeft, kan verklaard worden door het enorme succes van de serie bij jongeren. Wat doet het succes van Thuis nu bij jongeren? Heel veel, denk ik. En ik stel me nog altijd de vraag waarom dat jongeren zoveel kijken. Maar dat heeft natuurlijk ook met de jongere personages te maken, waarin dat ze dan een voorbeeld zien. Ik denk dat het is omdat er heel veel jongeren zijn die zich herkennen in de thema's die in Thuis behandeld worden, dat een beetje het succes is. Op 20 juni was de grote finale van Kokenopkamp 2015 in Eeklo. 8 duo's namen het tegen elkaar op in een dessertbattle. De hoofdprijs, een barbecue voor maar liefst 75 personen. Die zijn verkozen tot ideale kampkok. Hoe voelt dat? Ja, dat is een hele mooie prijs om in ontvangst te nemen. Nee, zeker omdat we het gevoel hadden dat wij eigenlijk niet echt eruit sprongen in vergelijking met de rest. We hadden een redelijk simpel dessert, maar blijkbaar heeft toch de jury overtuigd. De federale overheid heeft maatregelen genomen die vrijwilligerswerk en uitwisselingen voor jongeren bemoeilijkt. Zo worden er extra controles uitgeoefend op de kinderbijslag. JIMT, een uitwisselingsorganisatie, trok aan de alarmbel en stuurde brieven naar verschillende ministers om ervoor te zorgen dat dit probleem eindelijk aangepakt wordt. Hi, my name is Giselle. I am from Honduras. Hey, I am Ludi and I'm from Brazil. We've been here for a month, traveling and learning. And now we are ready to share our first impressions of this wonderful country. Belgians love bikes. They use them to go anywhere, anytime. They even have huge parking lots, crowded ones. Also, those who don't use bikes do a lot of walking, but why do they do it so fast? There's also a lot of running going on, especially after trams or trains. Thank you.